van voren nog steeds twee leiders, twee mannen in achtervolging. Draaien nu bij de Texaco rechtsaf over de tonden. We krijgen op dit moment vier leiders. We zijn daar 8 seconden achter. Carlo, je komt dadelijk nummer 71 tegen. Die is in de portal. Goede nieuws is ook, ik sta zo nog een trui weg. Oh,
Dat is het. Broeien trouwens, daar straks nu wat zouden jij met de nieuwe leider in het klassement van de bondscompetitie. Is dat ook een van de doelen van dit jaar? Nee, dat is natuurlijk geen doel. Ik heb 2 jaar geleden al gemaakt. Dat heb ik eigenlijk al gemaakt. Je zal hem straks opstaan aantrekken, zo gaan we het wel doen. Peter! We komen even met deze kant op die hand van ouder, kun je straks nog wel een keer mee kan. Peter, gefeliciteerd! Dat scheelt nog wel een beetje. Twee jongens van Piels gezien dat ze uit gaan spelen. Ja, hun hebben wat gewonnen, maar ik ben even tevreden met tweede plek. Je bent tevreden met de tweede plek en dan zeg je dat je pas met z'n tweeën zijn. Maar jullie komen met z'n tweeën vooruit. En het enige wat wij horen dat je het was dat het allemaal perfect samenwerking was te schoen. Ja, kijk, hij wou een beetje wachten op haar nou reeds andere dingen natuurlijk, want nu is hij af. Ja, ik wou gewoon vol doorrijden en ik kan kijken wie het best was om te sprinten. Ja, hij had wat iets frisser nog. De tweede man, tweede plaats, vroeg in het seizoen. Dan denk ik dat er nog wel wat meer aan zit te komen. Ja, zeker. Ik hoop vanaf de winter dat ik een zure man naar Pols. Dan denk ik vooral op reden. Ja, dat ik nu zo in de Pols, dan ben ik wel echt blij. Die leven ook nog meer getrekken. Goeie nieuws is, we hebben twee mannen missen. En nog 6 keer. Mike, dankjewel. Laten we even teruggaan naar het begin van de koers. 12 kilometer 1 is de koers. Er zijn een paar vervelende valpartijen weg. Krijg je dat sowieso mee? Ja, klopt. In het begin was dat wel hectisch. De wind stond niet echt goed. En, ja, het was een beetje chaos in het peloton. Toen ben ik hierheen met de ploeg kans getrokken. Alleen ik stond er niet zo veel, waardoor we alles zelf weer terugkwamen. Ja, toen we in de finale was het echt weg. Nu rijden met z'n 6 weg. Hoe lang duurt het dan voordat je echt een gevoel krijgt van de reden voor de overwinning? De samenwerking was echt wel goed. We kregen 30, 40 seconden. Nou, we hebben goed samenwerken, dus dan weet je eigenlijk wel dat zeker wel voor de overwinning gaat rijden. Dan met z'n 2. Je weet dat je nog een ploegmaat in de steun hebt. Hoe zeker ben je weg? Ja, ik ben niet super snel met sprint, dus ik moet wegrijden. Dat doe ik rustig samen met Peter. Kende je Peter nog niet? Ja, ik heb met hem in de ploeg gereden bij Rijnland, dus ik weet hoe hard ik kan rijden. En ja, het was super dat mijn ouders nog gesprongen proberen te maken, daardoor kon ik in de wielbuis zitten en ja, op de sprint gokken. Zullen we maar gaan doen? Ja, dat vind ik wel. Mooi. Nou, die van het podium,